Het is dan wel kerstvakantie. De jonge onderzoekers zitten niet stil. Kinderen kunnen aan de Dirk Huizingastraat in de Oosterparkwijk de hele week plakken, games ontwerpen en solderen. Ze doen de meest uiteenlopende dingen. Ik maak een ontvanger. Wat voor ontvanger? Voor radiozenders. Op straat kun je daarmee geluiden zoeken. Zoals? Liedjes. Ook op de afdeling papier en techniek zitten enthousiaste kinderen. Ik ben hier aan het werk met plastic. En wat maak je daarvan? Ik maak een poppetje. Ze heeft een heel ontwerp gemaakt voor wat uiteindelijk een lampje moet worden. Nou, daar heb ik flesjes. En als armen heb ik kurken. En als benen heb ik klosjes van wol. Oké. En dan hebben we van die wiebeloogjes erop geplakt. En met vilt hebben we een mond gemaakt. En verder is die nog niet. Terug naar de afdeling techniek. Daar is Sander bezig met een ontvanger. Die is niet zo 1, 2, 3 gemaakt. Ik soldeer allemaal weerstandjes en deze vast. Lijkt best moeilijk. Nou, dat valt wel eens mee hoor. Kinderen die nog nooit geen elektronica gedaan hebben, daar is wel een beetje moeilijk mee. Maar goed, ik begeleid ze wel. Ze gaan stap voor stap verder. Ik leg ze uit waar een weerstandje is, ik leg ze uit waar een transistor is. En dan hebben ze heel snel door en ze solderen het er zelf op. Dan werkt zo'n apparaat gewoon. Ook op de computerafdeling worden kunstwerkjes gemaakt, maar dan in de vorm van games. Ik ben een animatie aan het maken met Minecraft. De kinderen hebben allemaal hun eigen reden om naar de jonge onderzoekers te gaan. Ik ben geboren met computers en ik hou heel veel van computers. Dus 2 jaar geleden toen ik hier de open dag zag, dacht ik, ik ga er mooi heen. Ik vind het vooral leuk om een beetje ontwerpen, je eigen games maken, presenteren, animaties maken. Ondanks wat brandgevaar en soms een beetje chaos, hebben de kinderen veel plezier. Wat is er zo leuk aan? Nou, dat je zelf gewoon kan kijken en zo. En dan weet je van, hé, dit staat er leuk bij. Dan ga ik dat er doen. En dan zie je van, hé, als ik dat nou zo doe, dan heb ik... Dat en dan kan ik een leuk poppetje maken of dan kan ik een hondje maken. Kinderen kunnen nog tot en met zaterdag bij de jonge onderzoekers terecht.